Hallo, leuk dat je weer luistert naar Nooit een kwartje, de podcast over opgroeien in armoedestress. Mijn naam is Maaike Martens en van jongs af aan heb ik meegekregen dat het niet vanzelfsprekend is om het goed te hebben. Om mij heen zie ik steeds meer gezinnen die te maken krijgen met armoede. Zelf ben ik moeder van drie kinderen en weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is om je eigen kind onbezonnen en vrolijk te zien opgroeien. Deze podcast is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. Vandaag zit ik aan tafel met Inaya en Karim. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Hallo. Uh, en we gaan met elkaar in gesprek over kansenongelijkheid. Maar voordat we hierover gaan praten, even een korte introductie. Uh, Inaya, jij bent 20 jaar en je zit op dit moment in je derde jaar van individuele gezondheidszorg voor ouderen. En je hebt samen met je moeder, je zus en je twee broertjes een stichting opgericht, genaamd Hey You, waarmee jullie missie is armoede bespreekbaar maken en bestrijden. En jullie hebben hiermee de Young Impact Award van 2023 gewonnen. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Karim, jij bent schrijver, programma- en documentairemaker, televisiepresentator, onderwijsprofessional en docent op het MBO. Een heleboel. Je bent auteur van het boek Van Radicaal naar Amicaal, Hoor en Zie mij en schrijft voor de NRC. En je bent gespecialiseerd in thema's als kansongelijkheid, sociale uitsluiting, onderwijs en armoede. Hmm. En je bent ook nog eens een trotse vader van drie kinderen. Zeker. Welkom. Dankjewel. Inaya, zou jij iets meer over jezelf willen vertellen? En uh, over jouw financiële thuissituatie? Ja, tuurlijk. Um, nou, zoals je al zei, uh, ik leef in armoede. Samen met mijn moeder, mijn zus en mijn twee broertjes. Ja, dat kwam uit er allemaal uh, verschillende problemen. Uh, Gemeente die zijn taak niet goed deed. En uh, mijn vader die eigenlijk ook gewoon uh, schulden op onze naam zat te maken. En we wisten niet of er altijd... Eten op tafel zou komen of wat onze volgende maaltijd zou zijn. En toen hebben jullie op een gegeven moment, ondanks alles, ook nog een stichting opgericht. Hè? Die hey you. Ja. Hoe, hoe ging dat? Ja, wij we hadden op een gegeven moment, er waren gewoon heel veel dingen toen die tijd aan de hand. En we hadden zoiets van: als wij de hulp niet kunnen krijgen, laat staan dat anderen dat ook kunnen doen. Dus wij zijn uh, stichting gestart en ons motto is een beetje your story, we tell it, wij, ja, wij zorgen ervoor dat uh, de mensen die in armoede leven... eigenlijk gewoon een stem krijgen die, ja. hun, die ze verdienen. Ja, dat ze gehoord worden en gezien ja. worden. Dank je wel dat je het even met ons wil delen. Karin, uh, als ik meteen even in het diepe mag duiken. Je hebt veel ervaring met het onderwerp kansenongelijkheid. En je deelt dit onder andere via documentaires, boeken en nu ook in onze podcast... En kun je ons vertellen wat kansenongelijkheid is en over hoe je uh, betrokken bent geraakt bij dit onderwerp? Zal ik in de volgorde beginnen uh, uh, hoe ik in aanraking ben gekomen met dit thema of waarom dit enorm een interesse heeft, heeft heel erg te maken met dat zie je heel vaak bij mensen, hè, dat ze van hun pijn en hun vuur hebben weten te maken. En bij mij is het zo dat ik ben niet uitzonderlijk als het gaat om onderadvisering of ongelijkheid in ons land, helaas. Maar ik kreeg te maken na acht jaar op een geweldige basisschool gezeten te hebben, altijd HVWO gescoord. Niveau is daarin niet belangrijk. Hè? Maar daarna kreeg ik het advies, nadat ik me op mijn CITO-score ook aan VWO liet zien, om naar vmbo kade te gaan. Dan ben ik ben in een enorme dal terechtgekomen. Mag even, dus je had het, je had het eigenlijk ja. het advies, maar toen werd ja. er gewoon gezegd, ga maar lager. Ja, en dat zie, je, dat zie je bij heel veel mensen. Mensen denken altijd, als ik dat verhaal vertel, misschien wel door mijn naam, dat het te maken heeft met een etnisch vraagstuk, maar het is al sinds de jaren zeventig. Heel stevig onderzocht in de afgelopen jaren weer door bijvoorbeeld het sociaal-economisch onderzoek, SEO. Dat het heel erg te maken heeft met uh, sociaal-economische factoren. Dus hoe dik is de portemonnee van je ouders en wat is het opleidingsniveau van je ouders. Of je ondergeadviseerd wordt, overgeadviseerd wordt, of het niveau krijgt wat je eigenlijk aan kan, en of je überhaupt je potentie bereikt. Dus het kan net zo goed Henk of Ingrid treffen als Ahmed of Fatima of June, of wie dan ook, hoe je er ook uitziet, welke kleur je ook hebt. Uh, dat maakt in essentie niet uit. Jij zegt daarmee dus dat een leraar dan vaak kijkt gewoon naar de economische potentie, meer dan naar culturele achtergrond. Ja, het is veel implicieter dan dat het heel expliciet is dat een leerkracht denkt. Hey, jij hebt niet zo heel veel te besteden, dus ik ga jou onderadviseren. Nee. Niemand gaat het onderwijs in om kinderen onder te adviseren. Iedereen gaat het onderwijs in om keihard te werken aan die gelijke kansen voor kinderen. Dus als de vraag is: waar hebben we het over? als we het hebben over kansenongelijkheid, dan hebben we het over dat kansenongelijkheid in ons onderwijs betekent dat je. In ons huidige onderwijssysteem niet je potentie kunt bereiken. Waarom niet, is de logische vraag, omdat ons onderwijssysteem te veel afhankelijk is van externe factoren. Namelijk, waar ben je opgegroeid? Wie zijn je ouders? Ben je voorgelezen voor het slapen gaan? Heb je een rijke leescultuur? Heb je de mogelijkheid gehad om naar theater en musea te gaan? Uh, de, woon je in een omgeving waar mensen hoge verwachtingen van je hebben of eigenlijk hele lage verwachtingen, zie je het aan de huizen. Zijn het hele nette, mooie, schone huizen? Is er veel groen? Of woon je eigenlijk in een hele grijze, grauwe wijk? Wat dus ook uiteindelijk weer impact heeft op de manier hoe jij denkt, hoe je naar jezelf kijkt en wat je van jezelf vindt. Daarom hebben meerdere instituten een hele belangrijke verantwoordelijkheid in het bestrijden van kansenongelijkheid. Mooi, dankjewel hoe je dit uitlegt. Dat is meteen ook heel helder. Um, ik ik uh, had zeg maar de term uh, het Rosenthal-effect gehoord, die, daar, die er één op één mee te maken heeft. Kan je dat toelichten, het Rosenthal-effect? Ja. ja, want dat is wel heel bijzonder. Mensen denken altijd heel vaak van oh ja kansongelijkheid, Oh Karim, je hebt het over zoveel thema's. Hoe gaan we dit ooit oplossen met elkaar? Want dit kan toch niet? Het is een meerkoppig monster. En eigenlijk weten we al sinds de jaren zestig, Rosenthal... Uh, die heeft, uh, dat is een Harvard University professor, die heeft onderzoek gedaan naar hoge of lage verwachtingen en wat dat gewoon daadwerkelijk betekent. Eén in je brein qua IQ, um, en maar ook wat het uiteindelijk... aan, uh, aan bijvoorbeeld uh, CITO-scoren met je, met je doet. En uh, dat noemen ze ofwel het Rosenthal-effect of het Pygmalion-effect. Um, en hij uh, ging klas in en die zei tegen leerkrachten... nou, ik ben van de Harvard University. Nou, dat is een serieuze universiteit, ja. de beste van de wereld. En uh, dan zei hij, we hebben een onderzoek gedaan... Uh, en daar zijn toetsen uitgekomen waarbij we precies weten wat het IQ is van de kinderen in je klas. Mm -hmm. Dat wilt u vast weten, zei hij tegen de leerkracht. Dan zei de leerkracht: Ja, tuurlijk, ja. want dan kan ik differentiëren, dan kan ik iedereen op niveau plaatsen. En dan ging hij die toets afnemen in het klaslokaal. En dan nam hij al die toetsen in, die gooide die in de prullenbak. Mm -hmm. En dan zei hij random gewoon: Dit kind heeft een hoog IQ, dit kind heeft een hoog IQ, dit kind heeft een laag IQ, dit kind heeft een laag IQ. En hij ging vervolgens observeren wat dat met de leerkracht deed. Ze kwam met een lijstje terug, zei hij: Kijk eens, dit is het IQ van de kinderen in jouw klas. En wat gebeurde er? dat werd uiteindelijk ook de werkelijkheid. Dus kinderen die eigenlijk in essentie voor die toets een laag IQ hadden omdat ze bijvoorbeeld een lagere sociaal-economische status hadden, maar Harvard University had bewezen tussen aanhalingstekens dat het kind wel degelijk een hoger IQ had. Dan ging de leerkracht zich daarna gedragen, ging het kind zich daarna gedragen en kreeg het een hoger IQ. Ja. Dus het belangrijkste resultaat is als je hoge verwachtingen hebt van kinderen, gaan er 13 tot 30 punten op het IQ heb je lage verwachtingen van kinderen, gaan de 13 tot 30 punten van het IQ af. En we zien dat bij kinderen met, die in armoede opgroeien, dat de samenleving daar lage verwachtingen van heeft. Dus Standaard. Ja, daar ja. gaan dus punten van IQ af. En aan de andere kant, mensen van de hoge klas, hebben we hoge verwachtingen van. Hm. En daar gaan dus punten bij. op het IQ. Ja. Wauw, dat is vrij indrukwekkend, hè? Ja. Als je dit dan hoort en dat dat um, gewoon zo keihard meetbaar is. Inaya, als je dit hoort, denk je dan, hé, hey, dit effect herken ik? Uh, ja, heel erg. Ja, ik had altijd op de basisschool had ik echt super erg moeite met rekenen. Ik kon dat gewoon echt niet. En de leraar had zoiets van: ja, komt dat vanwege je thuissituatie? Komt het omdat je niet aan het opletten bent? Waardoor komt het? En ik wist het gewoon niet. Ik had, ik had er gewoon moeite mee. En naarmate ik ouder werd, uh, had ik wel zoiets van: oké, okay, ik kan het wel, maar waarom lukt het dan niet? En dat is gewoon. Puur omdat er geen vertrouwen in mij werd gezet, maar er werd ook niet bij mij. We zaten niet om mijn tafel heen. En hadden zoiets van: hey, hoe kunnen we jou helpen? Hoe kunnen we ervoor zorgen uh, dat jij het gaat begrijpen? Nee, er werd gewoon letterlijk een papiertje aan je gegeven: ja, zoek het uit. Ik heb vorig jaar uh, moest ik voor vier delen van uh, verpleegkundige rekenen, uh, moest ik acht of hoger hebben. En ik had zoiets van, hoe ga ik dit doen? Want ik kan niet rekenen. Surprise, not surprise. Ik heb gewoon voor twee toetsen heb ik een 10, ik heb een 9 en een 8 gekregen. En dat is speur omdat mijn leraar, echt de eerste leraar in mijn hele schoolleven, die is echt bij mij gaan zitten. En die heeft zoiets van: hoe komt het dat jij zo moeite hebt met rekenen? Ja. Dat was echt een moment waarvan ik dacht: van, dus het kan mij wel gewoon lukken. Ik kan het gewoon doen. Ja. Ik had en... gewoon een beetje meer tijd nodig, meer hulp nodig. Even wat aandacht en eventjes de ingang even vinden. En ja. zo moeilijk kan het ook weer niet zijn. En um, jij wilde deelnemen aan een summer school. Ja. Kun je daar nog wat over vertellen? Ja, dat was toen op de middelbare school. Toen zat ik in mijn uh, tweede jaar. Wij kregen van onze mentorix... kregen wij te horen van... ja, er uh, gaat er summer komen. Dat is uh, zes weken van de zomervakantie. En daarvoor hoef je vijf euro te betalen. En de rest doen wij. En wat is die summer school? Wat houdt dat in? Bijscholing uh, of extra? Nou, het waren eigenlijk... Uh, dat zal je eigenlijk denken als je zo denkt... summer school, school leren... dat soort dingen, wie zou dat ja. nou willen doen... Uh, het was eigenlijk, uh, we zouden door Rotterdam heen gaan en eigenlijk allerlei dingen doen. Dus we zouden naar monumenten gaan, we zouden een um, soort van uh, speurtocht doen, we zouden de bossen ingaan, werken met dieren, allerlei dingen. Om een beetje te kijken van wat wil ik nou doen met mijn toekomst. En ik had zoiets van, oh, dat lijkt mij wel leuk. Uh, dus als een van de eerste studenten, was ik naar mijn moeder toe gegaan, had ik zoiets van, hé. Hey, dit kunnen wij wil ik. Ik, ja dit wil ik dit wil ik doen kunnen wij het doen hebben wij het geld ervoor en wij hadden het geld ervoor dus het eerste dat ik kreeg te horen van mijn lerares was heb jij het geld daar wel voor ik stond daar ik had zoiets van hoe bestaat het ja hoezo zegt u dat de Leraren kennen jouw situatie we begrijpen dat jij het moeilijk thuis hebt met geld en toen zei ik ik keek er echt aan ik was zoiets van als het dan nou ergens goed voor de, hè, ja de... toen zei ik ook tegen haar ik zei gewoon ja maar ik heb het geldt er nu voor. Ik zeg, ik heb het besproken met mijn moeder. En ik ben toen op een gegeven moment alsnog geweigerd, zeg ze van, ja, we willen de risk toch niet nemen dat later in de zes weken er opeens een geldprobleem is en zijn wij daarvoor aansprakelijk. Ik had zoiets van, He? volgens mij is dat toch echt wel ons probleem en niet dat van jullie. Ik had zoiets van, hoe zouden jullie daar uit het niets opeens aansprakelijk voor moeten zijn? Ik, ik vind het bij ja, ja. mond van open. Omdat ik dan denk, als er ergens goed uh, kan investeren, is het dus extra kennis uh, vergaren. Ja. Jeetje, nou, uh, Karim, <laughs> als je dit soort uh, uh, verhalen hoort, wat, uh, wat denk jij dan? Nou, allereerst trots op het feit dat je, dat je hier nu uh, op deze manier over kunt praten. Dank je wel. Um, er zijn. Uh, uh, waar ik ook aan denk is. Uh, ja, er gaat een hoop mis in ons onderwijssysteem. Er zijn, zijn ook gewoon heel veel mensen vastgeroest, uh, die, die het lastig vinden om, om te kunnen connecten met je, om met je te verbinden op basis van je sociaal-economische klasse. Uh, mensen krijgen allemaal beelden mee uit films, uit tekenfilms, uit boeken, uh, waardoor allerlei verwachtingen worden gegeven. Uh, worden gecreëerd in je hoofd, dus die ankaantjes, die onbewuste voordelen, die hebben we allemaal. Ja. Maar bij de een is die veel sterker, veel groter en veel oneerlijker dan bij de ander. Nou, dan krijg je daar nou net mee te maken. Dat, dat vind ik vind ik schrijnend, dat vind ik verschrikkelijk. Um, en is dus dat, 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 dat vind ik dat, dat, dat denk ik als eerst. En en als tweede denk ik um, ja. Je laat het toch wel zien ook. Hè? Dus, uh, uh, Inge de Wolf, onderwijssocioloog, die uh, professor, die zegt uh, heel, heel mooi altijd: Je hebt twee typen mensen die met kansongelijkheid te maken krijgen, namelijk de afdalers en de bergbeklimmers. De afdalers, dat zijn mensen die met ongelijkheid te maken krijgen en het uiteindelijk gewoon niet redden. Uh, en die dus door die ongelijkheid en die lage verwachtingen uiteindelijk of op straat belanden. Of met enorme armoedeproblematieken of met criminaliteit in aanraking komen. Allemaal van dat soort factoren. En dus altijd ook onzeker zullen blijven. En dat uiten in boosheid, of in, in geschreeuw, of in wat dan ook. En je hebt aan de andere kant heb je bergbeklimmers. En daar ben jij een type van. En ik schaar mezelf daar ook een beetje onder. Uh, en dat zijn mensen die toch nog ergens het geluk hebben gehad dat iemand hoge verwachtingen van ze heeft gehad, waardoor ze in zichzelf zijn gaan geloven en er uiteindelijk uitkomen en van hun. Hun vuur hebben weten te maken, terwijl ik naar je aan het luisteren was, gebeurde er heel veel. Weet je zelfs bijvoorbeeld het rekenen. Ja, het kan best zijn dat je minder gevoel hebt voor rekenen bijvoorbeeld, maar dat je het dat je denkt dat je heel slecht bent in rekenen, heeft ook gewoon heel erg te maken met. Ik geef zelf altijd dat klassieke voorbeeld: als je tegen een klein kind zegt in de ochtend om negen uur drie plus drie is zes, goed onthouden, hè? En dan zegt het kind oké. Okay. En om twaalf uur vraagt de leerkracht Hé Karim, wat was 3 plus 3? En Karim zegt: oh, Ik weet het niet meer. Dat zegt de leerkracht. Het kind is niet zo goed in rekenen. Terwijl als je dieper grijpt in het hoofd, dan zie je eigenlijk dat het kind, toen je zei om 9 uur ochtends 3 plus 3 is 6, toen was het kind bij: Mama is ziek, hebben we volgende week te eten. Mama en papa hebben ruzie. En kinderen zijn klein, dus die, die stoppen dat ergens weg. En je ziet dat misschien niet, maar het zit veel dieper. En die rugzakken, die metaforische rugzakken... met bakstenen aan problemen... zorgen ervoor dat je leerrendement heel laag wordt. Terwijl wat we willen is dat het leerrendement heel hoog wordt. Ja. En we weten dit al sinds de jaren zestig, hè? We weten dit al sinds de jaren zestig, dat dit soort, dit soort problemen er zijn. Gelukkig wordt er steeds meer baanbrekendere onderzoeken gedaan. Maar het laatste onderzoek heeft echt mijn hart gebroken... waarbij we gezien hebben waarvan we denken... oh ja, het wordt steeds meer besproken, dus het zal meer opgelost worden. Een van de... En resultaten van het uh, onderzoek van het sociaal-economisch onderzoek is dat een derde van de groep vijf kinderen op dit moment een stressvolle thuissituatie heeft. Een derde, dat is heel veel. Een klaslokaal kent nooit maar twee of drie. Dus vaak meteen twintig in een klaslokaal, of misschien wel vijfentwintig. En andere klaslokalen hebben die veel minder. Eén, veel minder ja, precies. stress. Ja. En die, die stressvolle thuissituatie, door onder andere en in heel veel gevallen ook met name door financiële beperkingen en alles wat daar vervolgens ook uh, 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 uitrolt, dus de gevolgen daarvan, uh, zien we dat die kinderen daar heel veel last van hebben. Een van de meest optimistische dingen is dan ook wel weer, hè, dat we ook weten uit datzelfde onderzoek dat als je investeert in ontspanningsmogelijkheden, dat dat dan zorgt voor dat kinderen beter presteren en zich gelukkiger voelen. En dat gaat over dingen die niet toegankelijk zijn. Toen jij klein was, ja. theater, museum, sporten. En relaxen, zo'n rondgang door Rotterdam. En mooie ja. dingen gaan zien. En relax chillen met je gezin. En je moeder zien en dat je moeder glimlacht. Omdat ze geen stress heeft vanwege financiële beperkingen. Precies. Uh, en je broertje en gezonde voeding en sporten. Ja, dat is met alle respect zo ontzettend belangrijk ja. voor de ontwikkeling van een kind. Dat is, dat is het echt. Ik kan me herinneren ook elke keer uh, op de basisschool, als we bijvoorbeeld naar school reizen, gingen wij zaten gewoon. Wij gingen niet mee. En dan kreeg je elke keer de vraag, ja, waarom gaan jullie niet mee? En soms had de leraar ook echt gewoon het lef om te zeggen, van ja, ze hebben niet betaald. Oh. Daarom mogen ze niet mee. Ja. Dus uh, die blijven. We nu... steeds hoor? Ja, nee, precies. Ongelooflijk. Uh, maar dan, dan zeggen ze ook gewoon, dus ja, ze hebben niet betaald, dus ze mogen niet mee. Alsof jullie de spelbrekers zijn. Ja. Zijn ze maar Vinden ze dit niet leuk of iets? Ja. in plaats van. Begrijp dan toch dat ze juist mee moeten. Er zijn een aantal dingen die, die echt... Uh, Belachelijk zijn dat we die nog hebben. Dus nogmaals, niemand gaat het onderwijs in om kinderen te pesten. Maar er zitten een aantal dingen dat ik denk: oh, dat is, dat is echt, echt schandalig dat we het nog hebben. Bijvoorbeeld zo'n vrijwillige ouderbijdrage. Ja. Dat is een vrijwillige ouderbijdrage. Maar er wordt met, je verwacht dat je dat nog Dat is iets waarvan ik denk: oh, dat is echt heel schandalig dat we dat überhaupt nog in Nederland hebben. Een vrijwillige ouderbijdrage. Zou dat eigenlijk dan... Zo ja, kom ik zelf met alsof ik een oplossing heb. Maar nou, zou dat ja, maar niet landelijk afgesproken moeten worden? Ja. En dat er daar nog steeds mensen kunnen zijn die dat niet kunnen betalen. Oh. Maar dat er dan in ieder geval een soort helderheid is. Ja. Zodat dat... Er wordt heel veel over gesproken. Uh, ook in de politiek, ook nu weer. Het de laatste debat over onderwijs ging daar ook over. Mensen weten zo weinig over ja. hoe het is om in armoede op te groeien. Uh, wa want ja, als ik... Uh, een probleem hebben met mijn gezin. Dan, zou ik dat dan ga ik dat gewoon even oplossen. Ja. Nee, precies. En, dan ja. denk, en als je weet hoe het is om in de armoede te leven, dan denk je. Oh, er is helemaal geen ruimte in je hoofd om überhaupt hierover na te denken. Ik wil dat, zeggen, dat een kind je... aankomt of een school aankomt met we moeten naar de dierentuin. Dat je denkt bij jezelf, waar heb je het over? Ik heb een laaf vol met schuldig in de naam van de Koning, brieven. Ja. En ze komen we net mijn tv ophalen. En ik weet niet of ik volgende week. Mijn huur kan betalen, word ik misschien mijn huis uitgezet. Als we ik het zeggen, het eerste dat door jouw hoofd heen gaat ja, van precies. ik moet mijn huur betalen, ik moet mijn elektriciteit betalen, ik moet mijn kinderen lunch mee kunnen geven ja. naar school. He, helemaal gelijk. Um, um, zoals bij elke aflevering is er een mogelijkheid om uh, te bellen en om vragen te stellen of commentaar te geven. Um, de lijnen staan open. Met wie spreek ik? Met Joris Wilde. Hey Joris, wat leuk dat je belt. Nou, vertel. Ik heb dus VMBO-advies gekregen ook precies dezelfde punten had als mensen die naar het VWO zijn gegaan. Oh, en hoe kan dat dan? Waarschijnlijk omdat mijn ouders geen hoogvliegers waren en uit een kansarm milieu komen. En denk je dat dat ook echt zo is, Joris? Ja, mijn docent zei letterlijk: Ja, jongen, je hebt misschien wel dezelfde cijfers als mensen die naar het VWO mogen, maar je hebt duidelijk gewoon minder capaciteit als hun. Hmm, en wat zei jij toen? Ik zei: het is minder capaciteit dan zij. Want het is een overtreffende trap en dan gebruik je dan. En omdat het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is zij de enige correcte vorm. Pas als het om een meewerkend voorwerp zonder voorzetsel gaat, dan is hun correct. Nou, Joris, ik denk dat er een hele dikke kans is dat we nog meer van jou gaan horen. Dag, Joris. Met Laurens Blom van Assendelft. Meneer Blom van Assendelft, u mag het zeggen. Ja, ik heb dus ook ongelijkheid meegemaakt. Ja? Want, uh, ja, onze dochter had makkelijk naar het gymnasium tweetalig plus kunnen gaan, maar de docent wilde alleen haar voor advies geven. Nou, toen hebben we 100 uur huiswerkbegeleiding betaald aan 3000 euro. Zo, en toen? Hij heeft het net niet gehaald, hm. dus toen hebben we een extra donatie aan school gegeven. En zo hebben we haar toch op het gymnasium tweetalig plus gekregen. Daarna is ze op een hele dure taalvakantie geweest en nu zit ze op het tweetalig gymnasium in de eerste klas. Zo, ja, ja. En uh, gaat dat goed? Nou, ze staat hier naast me, Anne Fleur. Lieve schat, zeg jij zelf maar eens even hoe die Engelse taalvakantie geweest is. Yes, it goes very good. Nothing on hands. It's very leuk. Vorige week I had Cambridge summer school camp. So I feel with my nose in the butter. Nou, je hoort het. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Alleen is zo'n uh, oplossing natuurlijk niet voor iedereen te betalen. Ja, dat is heel duur. Dat is 3000 plus 2000 is 9000. Ja, nu is het alsof ze alsof ze niet zo goed kan rekenen, maar Anne Fleur heeft dyscalculie. En daar wil de school niet aan. Maar daarvoor heeft ze nog een paar hele dure gesprekken met de psycholoog. Dus ja, daar gaan we ook nog eens een cursus tegen aangooien. Ja, maar dat kan toch niet iedereen betalen? Nee, dat klopt. Nee, voor heel veel andere kinderen op school is het. Uh... Hoe zeg je dat dan ook alweer, Anne Fleur? Unfortunately peanut butter. Mooi hè. Bedankt voor het bellen. Nou, graag gedaan. De lijnen staan nog steeds open. Met wie spreek ik? Hallo, u spreekt met Piep Piepen? Piep, piepen? Ja? ja. Ik, ik piep mijn naam zelf even weg, anders hoor je kort brokken. Oh shit. Meneer Brokken, leuk dat u weer eens belt. U mag het zeggen? Ja, nou, ik wou even zeggen. Sociale uitsluiting, dat heb ik zelf dus ook meegemaakt. Ja, ja. Van een vriend, van een broer, van een zus, van een kennis zeker weer. Nee, ik heb het zelf meegemaakt. Oh, jeetje. Is dat net gebeurd? Nee, dat is alweer een tijdje terug. Toen was ik verliefd op José, was een prachtige muid. Maar zij zag mij dus niet staan. Want ze wilde helemaal niks van me weten. Doordat je een andere sociale achtergrond had? Ja, ook. Ook, maar? Nou, zij zei dat ik nooit het achterste van mijn tong liet zien. Ze zei, kom op, kor, je moet ook een keer met de billen blauwt. Dus ja, dat heb ik toen gedaan. Je bedoelt... Ja, op kerstavond voor de raam. De ouders waren er ook bij. Oei, dat is niet zo handig. Nee, dat is zeker niet zo handig. Ook voor mij niet, want dit vloer dat het kraakte. En toen? Nou, toen had ik het heel koud, Mike. En dat konden ze binnen allemaal heel goed zien, als je begrijpt wat ik bedoel. Het was voor mij ook geen pretje. Koor, ik geloof dat we nu een weg... En ik had daarna ook nog eens een blaasontsteking. En toen moest ik een hele dure antibiotica-kuur. Die was niet te betalen. Cor, wat is precies je punt? Ik wil gewoon mijn geld terug. Goed, ik ga het hier hierbij laten, Cor. Als je het niet erg vindt, ga ik nu stoppen. Oh ja, sla me maar uit. Nou. Ja, je bent precies als iedereen. Druk me maar, maar weg. Cor die belt een keer en die wordt weggedrukt. Dat is niet. Dit is pas kansongelijkheid. Jawel, dit is kansongelijkheid. Want weet je wat het is? Het is altijd hetzelfde op het moment dat Cor het brokken wil. Ja, uh, Karim, en Nina, dit waren even een paar bellers. Uh, Karim, <laughs> uh, wat, wat, wat deed, doet dit bij jou als je dit hoort? Uh, cringe. <laughs> heel goed, ja. Nou, laat, laat ik beginnen bij. 20 jaar geleden gaven we als land 26 miljoen euro uit aan bijlessen. En dat is nu vertienvoudig 265 miljoen euro geven we uit. Oh, werkelijk? Ik ja, en dat. Dus bijlessen wordt heel veel ingekocht. En we leven nu meer dan ooit in een diploma-generatie. Dus het is heel herkenbaar dat ouders heel veel geld investeren. in het kind zo hoog mogelijk te laten uitstromen. En. Mag je een vraag? Je zegt diploma-generatie? Ja, uh, ja, het maakt nu dus meer dan ooit uit wat voor diploma je hebt. voor waar je uiteindelijk terechtkomt. of hoe je gezien wordt en wat je status is in de samenleving. Uh, dat zorgt er ook voor dat kinderen een enorme prestatiedruk ervaren. Dus kansongelijkheid gaat zeker ook ja. over sociale armoede. van kinderen die ouders hebben. die eigenlijk van alles doen om het kind maar zo hoog mogelijk te laten uitstromen. terwijl het kind daar niet gelukkig van wordt. En mijn pleidooi is ook. Totaal niet voor het geval dat iemand dat ooit verward met iedereen naar het VWO. Want ik heb een enorm hart voor het MBO, waarbij ik juist zeg dat het de motor van onze samenleving Niet alleen van onze economie. Echt de motor van onze samenleving. En we zijn toe aan een herwaardering waarbij ik eigenlijk hoop dat veel meer mensen het MBO doorlopen. Ook als, ook als ze HAVO-VWO aan kunnen of hebben gedaan. Ga eerst even lekker een ambacht leren. Um, en stop met het. Pressure van die kinderen, omdat dat er ook heel erg voor zorgt dat kinderen nog meer mentale problemen ervaren. En dat is een van de grootste problemen met ongelijkheid, wat ook een relatie heeft met ongelijkheid: dat we een grote groei van mentale problemen zien bij jonge leerlingen en studenten. Uh, dus ja, ik herken wat, wat, wat dingen uh, dat mensen ver afstaan van de vraagstukken en daardoor het niet goed begrijpen. Mensen die denken dat ze het begrijpen. Of mensen die alles op alles zetten om de kinderen zo hoog mogelijk te laten uitstromen. Want ik denk dat dat meisje misschien niet eens zo gelukkig is. met dat papa alles doet. en eigenlijk misschien wel gewoon wil horen: pap, wees gewoon tevreden met me. en dat ik soms worstel met dingen. Maar hij helpt me gewoon om gelukkig te zijn. Precies, want bijna op dat uh, niveau heb je dus ook misschien wel last van het Roosentaal-effect. Namelijk, ik ben blijkbaar niet goed genoeg, ik moet continu meer bij. Ja, dat is, dat is uh, uh, goed dat je het zegt. Je hebt twee, uh, die kennen we: de uh, fixed mindset en de growth mindset. Die kennen veel mensen. En dan denken we bij de growth mindset dat dat een soort pipilanka-uitspraak wordt daar vaak bij gebruikt. Die eigenlijk geen pipilanka-uitspraak is. Namelijk, ik, ik denk, denk dat ik het, ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik, ik denk, denk dat het. ik het wel kan. Maar. Um, wat daar namelijk een verschil aan is, is dat we ook moeten stoppen met dat als kinderen een, een bijvoorbeeld een, een voldoende halen. Dat we kinderen complimenteren op hun intelligentie. Maar dat we beginnen met kinderen te complimenteren voor hun inzet. Dat als kinderen het daarna niet halen, dat je ze altijd nog kunt complimenteren voor hun inzet, zodat ze nooit zichzelf dom of ongelukkig gaan voelen. En dus we moeten ook kijken naar hoe we die, die impliciete uitsluiting. Uh, uh, moeten gaan aanpakken om ervoor te zorgen dat, dat er meer gelijkheid is. Mm -hmm. Herken je dit ook, dat, dat, dat je dit soort opmerkingen kreeg, uh, Inaïf? Ja, voor, dit, dit, dit herken ik heel erg op de basisschool vooral. Op de middelbare school hebben ze meer zoiets van... je doet het goed, maar er is wel wat meer inzet nodig... Uh, om betere cijfers te halen, want anders mag je niet over. En op de basisschool, ja... op de basisschool ga je gewoon vergelijken met elkaar. Dat was ook echt het ding toen ik jonger was, uh, elkaar de toetsen laten zien... en kijken wie gewoon een hoger cijfer had en hoe dat kwam. En ja, daarop werden er alweer uh, groepen gemaakt. En ik vind persoonlijk dat er op die manier uh, komt er ook gewoon... wordt er gewoon een lijn getekend, uh, ook door de leraren. En vaak realiseren ze zich dat niet, maar... Ja, dat is het zo, zo, voor de ja. rest van je leven, ja. Jij, um, en je keek er zo naar. Ja, ja maar er is eigenlijk helemaal niet zo heel veel verschil in niveau in, in ons land. We hebben zeven verschillende onderwijsniveaus. Wij zijn het enige land in de hele wereld met zeven onderwijsniveaus. Werkelijk? Ja, er is geen land in de wereld die dat doet. De meeste landen hebben er drie, sommige landen hebben vier. En echt een paar landen hebben er maar vijf. Niemand heeft zes, wij hebben er zeven, niemand heeft acht, niemand heeft negen. En je ziet in de, in de PISA-testen, die wij uh, jaarlijk, jaarlijks moeten maken. Dat toetsen die kinderen maken op 15-jarige leeftijd. En die worden gebruikt voor de OESO ranking. En die OESO ranking, dat is een ranking, die kennen veel mensen, omdat het gaat over de 38 meest welvarende landen, waar Nederland uiteraard bij hoort. En dan wordt er gekeken naar innovatie, economie en onderwijs. En op innovatie en economie doen wij het in Nederland heel goed. In die, in die 38 uh, landen, in die oeso ranking. Maar als het gaat om onderwijs, doen we het eigenlijk gewoon niet zo heel goed meer. We zijn in de afgelopen 6, 7 jaar zijn we. Van plaats 15 naar 26 gegaan. En uh, dat is gewoon, gewoon schandalig. En dat heeft heel erg te maken. Niet met de, de kwaliteit van ons onderwijs. maar het feit dat we mensen met een lagere sociaal-economische status. minder makkelijk mee kunnen krijgen. Mensen die in armoede leven. en de twee typen armoede. de relatieve armoede en de absolute armoede. Ja. die krijgen we gewoon niet meer, um, uh, niet meer zo goed mee in ons onderwijssysteem. Kan je, kan je die even toelichten? De absolute armoede en de. Nou, je hebt, als je het hebt over. Mensen denken altijd vaak, als je het hebt over armoede. Bijvoorbeeld als ik tegen mijn eigen moeder praat. Mijn lieve moeder, die mm -hmm. uit Marokko komt. Ja. En uh, die daar echt gewoon de armoede heeft gekend: van we weten niet of we te eten hebben. Dat is absolute armoede. Of je nog wel gewoon de basisvoorzieningen hebt om te kunnen leven in Nederland. Dus kan ik mijn huur betalen, et cetera. Als je daar stress over hebt, dan heb je absolute armoede. Als je relatieve armoede hebt, dan kan het lijken: want, hè, je hebt toch mooie schoenen aan en hè. Maar relatieve armoede gaat heel erg over. Ik kan wel zorgen voor dat het te eten is, maar ik kan niet, ik heb niet genoeg geld om te kunnen participeren in de samenleving. Ik kan niet meedoen, ik kan niet naar een sportclub. Ik heb geen ruimte in mijn hoofd om in de natuur te wandelen. Er is geen ruimte in mijn hoofd om voor te kunnen lezen. Er is, uh, er zijn, ik ken de codes niet. Ik ken de codes van school niet. Ik ken de codes van het netwerken niet. Al die zaken spelen een essentiële rol. Dus je hebt die twee typen armoede, die, die, we alle, die allebei heel belangrijk zijn, waarvan we zien dat die. Leerlingen en die studenten allebei uh, ongelijk worden behandeld. En dat gaat gewoon over een, een metafoor die voor veel mensen beeldender is. Namelijk als je twee type kinderen een marathon laat lopen. Waarvan je tegen waarvan we weten dat het ene kind heeft geweldig mooie Nike schoenen. of Adidas ja. schoenen. Een goede demping. Goed getraind. Die is door zijn personal trainer. Hij is ja. een half jaar klaargestoken met een goed schema. Hij heeft altijd me. goed gegeten. heeft goed kunnen rusten en slapen. heeft de tijd kunnen nemen. heeft allerlei podcasts kunnen luisteren ja. over hoe lopen en hoe niet lopen. Waarop letten. Hoe moet je je mentaal voorbereiden? En het andere kind loopt op blote voeten. Heeft nauwelijks goede kleren. Heeft niks nooit gegeten. getraind. Ja. Heeft niks gegeten. En gaan ze maar door. Maar hij heeft alles maar zelf moeten uitvinden. Heeft geen papa die ooit een marathon heeft gelopen? Heeft geen omgeving die in hem gelooft? Die zegt allemaal: ah, je stopt toch waarschijnlijk na vijf of tien kilometer ja. met lopen. Is dan de race wel eerlijk? Ja. Is de race dan wel eerlijk? Want ze worden wel op dezelfde manier beoordeeld. beoordeeld. Ja. Um, waarbij we er dus voor moeten zorgen. dat we iedereen diezelfde start geven. Dat betekent ongelijk investeren om meer gelijkheid te kunnen creëren. Vul dat daaraan zodat die kinderen een eerlijke race hebben. Niet omdat we het alleen leuk vinden. Hè? Sowieso vanuit menselijk perspectief moeten we dat doen. Vind is het is gewoon voor iedereen beter als iedereen Precies. een goede race. Loopt. En de samenleving floreert daarvan. Dus iedereen, iedereen wordt beter als mensen die nu een lage sociaal-economische status hebben, als die geholpen worden en gelijker worden behandeld. Dan wordt de samenleving, iedereen, ook de middenklasse en de hoogklasse, wordt daardoor beter. Ja. En dan, dan wil ik even een knuppel in het hoenderhok even gooien. Want zoals bijvoorbeeld kunst en cultuureducatie, ik, ben daar, ik heb daar zelf ook, uh, heb ik ook op scholen gespeeld. Dat kan soms behoorlijk pittig zijn, als ik even uit ervaring spreek, om daar te spelen. Want er wordt er vaak dwars doorheen gepraat, ook door leraren zelf. Uh, de telefoons gaan af, het eten gaat gewoon door, alles. Dus uh, het was, uh, laat ik zeggen, nou, vrij pittig om daar te staan. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat men eigenlijk die code daarvoor niet eens helder Precies. heeft. Hè. En dus, dat dan, denk ik dan, hoe bestaat het dat dat dan toch niet zo lekker aansluit bij elkaar? Want je kan wel zeggen, nou, we hebben nu toch geld gegeven voor cultuureducatie. Uh, nou moet je even ophalen, want we hebben het geld gegeven, ja. Maar dat hele, dat hele voortraject, ja. ho hoe zouden we dat nog beter kunnen uh, laten aansluiten? Snap je? Want het, je komt zo snel in die... Uh, in die uiterlijkheden, zou ik maar zeggen, terecht... in plaats van de weg ernaartoe. Hoe, uh, hoe denk jij daarover, Ina? Vaak op scholen wordt er maar gewoon geannounced van... hey, volgende week is bijvoorbeeld cultuurweek. Dat hadden wij uh, ook heel vaak op de middelbare school. Uh, is er cultuurweek? En gaan allemaal allerlei dingen gebeuren. Dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren, door de groepjes gemaakt. En dat is eigenlijk waar het eindigt. Voor de, rest krijg je van de rest van die week krijg je er niks meer over te horen. Dan zit je opeens in een cultuurweek... en dan heb je zoiets van, oké, okay, en wat nu? Ja. Er wordt ook niet gezegd, van jij mag je grenzen zetten... van als jij je hierbij niet comfortabel voelt... als deze topic wat zwaarder is voor jou... dan mag je gewoon naar buiten stappen of dit mag je doen. Maar er wordt gewoon verwacht dat je mee kan doen... dat je mee moet ja. doen. En dan krijg je ook weer zo'n beeld erover van... ik ga me gewoon ziek melden, ik ga dit de volgende keer niet doen... Ik wil dit niet doen. Er wordt niet naar mij geluisterd. Dan ga je op een gegeven moment... ja. Dan krijg je krijgt dus eigenlijk stress. Ja, dan krijg je over dus hetgene, ook stress op. Over hetgene waar ze juist willen dat je minder stress gaat krijgen. Precies, een namelijk... soort van... even een time-out, maar ja. dat krijg je niet. Omdat er gewoon niet over gecommuniceerd wordt. Zeker. Het is heel gelaagd, Ja, dat het is voorbeeld dat je zegt. Want... De één zit eronder. Is kunst en cultuur wel iets voor mij? Want ik heb mijn hele leven te horen gekregen... kunst en cultuur, educatie is iets voor de elite... Dus dat er zit ook een stukje weerstand is. bij ja. heel veel jongeren. Ja. Als jij komt spelen en jij hebt de beste bedoelingen. Er is geen aansluiting, we vinden elkaar gewoon nog even niet. Dat zit daar ook onder. Mm -hmm. Mensen denken vaak, heeft het alleen met die codes te maken? Heeft het heeft zeker ook met de codes te maken. Hoe gedraag je in het theater? Je bent stil, je eet niet in het theater, je luistert, et cetera. Uh, je filosofeert ook over wat je ziet. Wat zie je nou eigenlijk? En hoe is, heeft dat betrekking op jouw leven? Uh, dus, dus het kost ook tijd om mensen daarvoor voor te bereiden. Maar wat we niet moeten doen, is die kinderen dan ook zielig vinden. Van, oh, wat is het zielig. En we moeten het allemaal maar accepteren. Want geen kind heeft er baat bij dat als we na deze podcast met z'n allen zeggen... Oh, het is allemaal... Oh, ben jij zielig? Oh, we gaan je knuffelen en we gaan je vasthouden en we gaan je beschermen. Nee, we moeten hoge verwachtingen van ze hebben. Dus kom je in theater in? Ja. ja, precies. En ben jij, speel jij wel degelijk dat een leerkracht zegt... Hey, dit doen we hier niet. Ja. Ja? Je mag hier op je bek gaan. Je kunt een fout maken. We sturen je niet weg. Maar dit doen we hier niet. Het is heel lastig dat je moet zoeken naar hoge verwachtingen. Dus niet pamperen en zielig vinden. Maar we moeten ze wel degelijk helpen om hun potentie te kunnen bereiken. Door ze de codes te leren. Door ze aansluiting te laten vinden. En dat gebeurt niet met één voorstelling. Dat gebeurt ook niet met twee. Dat kost gewoon een aantal jaar. Maar dan heb je wat. Ja, dat is ook vaak reden waarom. Uh, Mensen zeggen eigenlijk, om het even een beetje te zeggen, van misdragen. Ze worden op een gegeven moment ook gewoon ziek van dat ze als een victim geplaatst worden. Ja. Omdat, ja, ze willen, ze willen geen slachtoffers zijn. Ze willen gewoon erkend worden dat ze het kunnen doen. Dat ze het aan het doen zijn. En dat het enige dat ze nodig hebben, nu en dan, wanneer het gewoon zwaar wordt, is gewoon van, je bent al zo ver gekomen, jij kan dit. Je ja. bent ermee bezig, je ja. bent verandering aan het maken. Kijk naar de jij van toen en de jij van nu. Ja. Want er is een verandering. Ja. Jij bent de verandering. Ja. Uh, Karim, um, welke verandering zou een positieve impact kunnen hebben op de vermindering van kansenongelijkheid? Ja, een hoop. Uh, laten we beginnen bij vrij simpel: namelijk hoge verwachtingen hebben. Het begint hier ook bij jezelf. Uh, dat betekent dat je als leerkracht ook heel goed jezelf moet leren kennen. Dat betekent ook dat je. Uh, hoge verwachtingen moeten hebben van je collega's. Uh, dat, dat we moeten stoppen met overal kritiek op hebben. Want als je het zelf beter weet, laat het dan zien aan mensen. En dat geldt voor leerkrachten onderling, of onderwijsassistenten of pedagogische medewerkers. Um, en vervolgens probeer je bias zoveel mogelijk te parkeren als je contact hebt. Met uh -huh. Dus je vooroordelen zoveel mogelijk te parkeren. Daarnaast hebben we gewoon een verandering van het onderwijssysteem nodig. Waarbij, we, uh, waarbij dit echt veel verder gaat dan alleen onderwijs. Um, uh, namelijk, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, in de voorschoolse educatie, spelen een essentiële rol in het creëren van gelijke kansen. Maar zij worden nu op dit moment niet als voorwaardig partner gezien in het creëren van gelijke kansen. En dat zijn ze wel degelijk. Um, en dus vanaf nul jaar begint dat al. Zeker vanaf twee jaar moeten we het onderwijs al opstarten. En uh, zouden we het primair onderwijs, basisschool, tot 14-jarige leeftijd moeten laten? Uh, zodat want? kinderen meerder, ja, ja, want dan hebben ze meer ruimte en tijd om zich te ontwikkelen. Op twaalfjarige leeftijd zijn heel veel kinderen er nog niet om in een schoolbak geplaatst te worden, maar je mag best differentiëren op twaalfjarige leeftijd. Hè. Dat, dat, dat bedoel ik niet, maar wel dat ze door moeten tot veertien, dan secondary school, zoals heel veel landen dat doen. En in secondary school kun je ervoor kiezen om een vak te leren, zoals jij dat doet, een echte ambacht, namelijk uh, mensen in de Zorg. gezondheidszorg te helpen. Um, dat is jouw kracht en daar kun je dus voor kiezen. Dat is een echt vak. En vervolgens kun je, nadat je dat gedaan hebt, zeggen: Doop, dit is mooi. Ik ga werken. Ik ga ja. mensen helpen. En ik ga daar een geweldige carrière van maken. Of dat je zegt: Hé, hey, ik wil eigenlijk naar college, naar het HBO of naar een university. En ik ga aantonen dat ik dat kan. Dankjewel, Karim. Nou, dat is een hele waaier aan, uh, aan, aan mogelijkheden. En in ieder geval hoop ik dat dat heeft met op politiek niveau dit uh, doorgaat werken. Um, Karim, um, welke mensen of welk mens heeft voor jou nou echt het grote verschil gemaakt in jouw leven? Um, oh, dat zijn er een aantal. Maar om maar te beginnen, uh, een broer van mij die uh, heel belangrijk voor mij is geweest. Toen ik verslagen was en wilde stoppen met school. Uh, en eigenlijk dacht dat ik uh, nou, te dom was. Uh, om überhaupt uh, uh, nog onderwijs te kunnen volgen. Die zorgde ervoor dat, uh, dat ik ging geloven in mezelf. En uh, die heeft er ook daadwerkelijk voor gezorgd... dat ik uiteindelijk uh, communicatie en media kon gaan studeren. Hij en daarna, heeft bijgedragen? Ja, do door, gewoon door, ge door gewoon te zeggen van... Uh, ik ga het voor je regelen. We gaan gewoon een toelatingstoets doen voor het hbo. En dan zien we daarna wel. En ik haalde daarna mijn bachelor in drie jaar. Ik heb daarna doorgestudeerd pedagogiek en didactiek. Die, een leerkracht die hoge verwachtingen van me had... Het HBO was heel erg belangrijk voor me, waardoor ik bleef geloven in mezelf. Ja. Um, ja, weet je, en mijn vader is leeft niet meer in 2013 overleden, maar die had ook altijd wel hoge verwachtingen. Ja. Um, Zonder dat ze verlammend waren, maar echt, je bent ja. een bergbeklimmer, ja. je gaat door. Ga door. En als je het niet kan, dan is het oké. Okay. Uh, ga maar gewoon op je bek. Zoek het, zoek het er goed uit. En als je dan vervolgens denkt, ik word hier toch wel gelukkig van, dan ga je het gewoon nog een keer proberen. Ja. Uh, en maar wordt wel gelukkig van het doen ook. De inzet die ja. je toont, niet het resultaat. Nee. Dat je het. En doet. als het dan een mooi resultaat uitkomt, dan is het mooi. Maar niet dat het, uh, dat het resultaat het doel ja. uiteindelijk is of zo. Nee. En uh, Inaya, welk mens of welke mensen hebben uh, op jouw leven echt een hele ja, positieve indruk gemaakt, hebben het echt een wending kunnen geven? Uh, mijn moeder, maar ook uh, voor school, vooral mijn zus, uh, maar ook zeker mijn oma. Uh, mijn moeder en mijn oma die zijn echt harde werkers. En die zijn uh, beide voor een periode uh, in mijn leven echt zwaar ziek geweest. Uh, maar er waren ook mensen rond hun die ook gewoon ziek waren. En ondanks uh, alle problemen en alle situaties... Uh, zijn deze twee powervrouwen gewoon echt uh, doorgegaan. Uh, die hebben gezorgd voor hun familie. Uh, die hebben ervoor gezorgd dat de uh, mensen om hen heen... zich niet zorgen over hun hoorden te maken. Zou hun ook eigenlijk gewoon zieke waren en mijn zus, ja, lord have mercy. Die is echt door alles en nog wat op school heen gegaan, maar die, die, die blijft gewoon doorzetten. Die zit uh, nu ja, die doet nu twee studies tegelijkertijd. Wow. En het echt wanneer ik haar zie, dan heb ik soms zoiets van: man, meid, hoe hou je dit vol? <laughs> maar ik ben echt ongelooflijk trots op haar. En ik hou echt zoveel van haar. Ik ben echt gewoon elke keer als ik haar zie, heb ik echt zoiets van: als zij dit kan, dan kan ik dat ook. Ik, wat geweldig, het is gewoon één op één gewoon een voorbeeld voor jou, ter ja. inspiratie. En dit is natuurlijk je familie, dus daar, uh, ik wil niet zeggen dat is vanzelfsprekend, maar daar is wel wat meer vaak steun te verwachten. En, maar wie zijn dan de mensen zeg maar buiten je familie waarvan jij denkt, ja, maar die hebben ook echt een verschil voor mij gemaakt? Um, op mijn middelbare school uh, had ik een leraar, hm. nou leraar, hij was de directeur, <laughs> en hij was een keer was hij gewoon de klas rond aan het gaan. En hij liep naar mij toe en hij vroeg aan mij... mag ik alsjeblieft met jou even een gesprek aangaan? Ik zei ze van ja. Het eerste dat ik dacht van, zit ik nu in de problemen? Ik zeg van, ze, wat heb ik nu weer gedaan? Ik zeg van, ze, ik gedraag me, ik heb niks gedaan. En het eerste dat hij zei is ze van... Um, als, ik het, als ik het goed zeg, als ik het goed begrijp... Um, weet ik dat jouw moeder nu heel erg ziek is. En ik zei ze van, ja, ja, dat klopt. Hij zegt ze van... En mag ik daar misschien wat meer over weten? Dus ik begon het uit te leggen. En ik vertelde ook uh, de reden waarom ik te laat kwam. Omdat dat was toen die tijd was dat ook een heel groot probleem voor mij. Uh, en hij zei ze van, krijg jij de hulp eigenlijk wel die jij nodig hebt? Hm. Hij bood persoonlijk zijn excuses aan. Hij zei letterlijk tegen mij, het spijt me dat je hier doorheen moet gaan. Ja. Hij vroeg ook aan mij van, hoe komt het dat jij... Uh, deze dagen je elke keer ziek meldt. Want ik had toen ook een patroon. Elke dinsdag hadden wij in de middag uh, voedselbank. En ik had zoiets van... oké, okay, maar ik moet helpen, want mama kan dat niet alleen. Hij vroeg dat aan mij en ik zeg dus van... ja, als ik eerlijk moet zijn, ik meld me ziek... omdat ik mijn familie moet helpen. Ja. Ik zeg dus van, ik begrijp dat mijn educatie uh, dat belangrijk is... maar ik zet mijn familie voor mijn educatie... en dat zal ik altijd blijven doen. Ja. En toen zei hij tegen mij van... Heb jij het besproken met jouw uh, Mentrix of je hier misschien wat aan kan doen? Het zegt ja, er valt niks aan te doen. En um, hij keek mij voor een moment aan. En hij ze van: Weet je wat ik gewoon ga doen? Hij zegt van: uh, Ik ga uh, jouw rooster gewoon veranderen. Ook zodat jij je educatie gewoon kan doen, ja. zonder dat je in de problemen komt. Hij Zegt dus van: en Ik spreek nu ook persoonlijk met jou af. Jij mag gewoon een beetje later aankomen. En dat dacht je me bij je aankomenkaarten. kaarten waarom hij zegt en hij zei ook ik heb volle vertrouwen in jou dat jij hier niet over gaat liegen dat was echt de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets had van dus er kan wel wat aan gedaan worden en ik moest dan ook echt huilen ik zat echt voor om te snotteren en alles en had zoiets van hij zei hij zei het ook je hebt het echt heel erg zwaar gehad en hij zei van uhm, ik ben misschien niet iemand close voor jou ik ben niet iemand die in jouw dagelijks leven zit hij zegt maar ik ben super trots dat jij als uh, jonge dame, dat jij ja. er zo goed mee omgaat. Ja. En ik had echt zoiets van, wow. wauw. En zag, ja, zag jou echt. Ja, want het was niet alleen mijn rooster dat was aangepast. Het was eigenlijk uh, de hele schoolsrooster dat helemaal werd aangepast. Gebaseerd op mijn situatie. En ik had echt zoiets van, oh wauw, dat doet echt wel wat met me. Deze directeur ben ik zo dankbaar. Ja. Dank. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Nooit een kwartje, waarin we diepgaand hebben gesproken over kansenongelijkheid. Het is een onderwerp waarvan de impact verstrekkend is. Het erkennen van kansenongelijkheid is de eerste stap naar verandering. We hebben gesproken over wat er nodig is om te bouwen aan een toekomst waarin iedereen gelijke kansen heeft om hun volledige potentieel te bereiken. Nou, ik, ik wil jullie allebei ontzettend bedanken voor uh, vandaag. En uh, dat we hebben kunnen praten over de totaal complexe wereld. Want dat is het, van de kansenongelijkheid. Het, het is een onderwerp dat uh, ja, onze, maar ook vooral maatschappelijke alle aandacht uh, verdient. En waar we als samenleving actief aan moeten werken. Zeker. Karim en Inaya, dankjewel. Uh, heel erg fijn dat jullie hier waren. Nooit een kwartje is tot stand gekomen dankzij diverse betrokkenen. We willen hen en in het bijzonder onze podcastgasten bedanken voor hun waardevolle en belangloze bijdrage. Ons doel is aandacht vragen voor het taboe rondom armoede, de stress en de schaamte. Daarbij stellen wij het kind centraal, omdat armoede nooit mag bepalen wie je bent, wie je wil zijn of wie je kunt worden. In de volgende aflevering van Nooit een Kwartje gaan we het hebben over menstruatiearmoede. Wat is menstruatiearmoede? En wat zijn de gevolgen als je niet de middelen hebt om menstruatieproducten aan te schaffen? Deze podcast is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. Wil je meer weten over kinderhulp? Bezoek dan kinderhulp.nl.